Als je 1 week je bed niet uitkomt, dan verlies je bijna 1,5 kilo aan spieren. Dat is net zoveel als deze zak sinaasappelen. Je kunt je vast voorstellen dat mensen die een tijdje op de IC zijn opgenomen, veel spiermassa en dus ook veel spierkracht verliezen. Als mensen eenmaal naar huis gaan, dan zijn ze verzwakt. Daardoor kunnen ze niet meer alles doen wat ze voorheen deden. Bijvoorbeeld werken, voor hun kinderen zorgen of huishoudelijke klusjes doen. Daarom onderzoek ik hoe voeding onze IC-patiënten kan helpen om hun spieren te behouden en te versterken. We onderzoeken of voeding met meer eiwitten kan helpen om het verlies van spieren tegen te gaan. Om dat te bepalen, meten we tijdens en na de ziekenhuisopname de omvang van de spieren van de patiënt. Daarvoor gebruiken we een spierecho. Dat werkt op dezelfde manier als een echo van een baby, maar nu gebruiken we het op een specifieke plek op het been. Dit apparaatje zendt geluidsgolven uit, die je niet kunt horen. Je spieren kaatsen die geluidsgolven terug, waar het apparaat vervolgens bewegende beelden van maakt. Het donkere gedeelte in het midden van het scherm is de spier. Door de omtrek van de spier op het beeld over te tekenen, meten we de omvang. We kijken niet alleen naar de omvang, maar ook naar de kracht van de spieren met een aantal fysieke testen. Daarvoor komen patiënten die op de IC hebben gelegen terug naar het ziekenhuis. We vragen hen dan bijvoorbeeld om zo hard mogelijk in een krachtmeter te knijpen. Dat zegt iets over de kracht in de handen, maar wordt vooral gebruikt als een indicatie voor de algehele spierkracht. En we testen de spierkracht van verschillende spieren, zoals in de benen. We vragen bijvoorbeeld aan mensen om zo hard mogelijk tegen de handen te duwen. Om te bepalen of voeding met extra eiwitten helpt om spieren te behouden of sterk te maken, vergelijken we de echo's en fysieke testen van mensen die de voeding met extra eiwitten kregen met mensen die de standaardvoeding kregen. Op dit moment weten we nog niet goed hoe we verlies van spieren en spierkracht op de IC kunnen tegengaan, maar voeding kan mogelijk helpen. Daarom is het belangrijk om uit te zoeken of extra eiwitten kunnen helpen en wat de juiste dosis en timing van die extra eiwitten is. Ik ben ervan overtuigd dat we door deze onderzoeken binnen 5 jaar al veel beter voor onze patiënten en hun spieren kunnen zorgen.